Het had een prachtige dag kunnen worden voor turnvereniging ONO in Zwijndrecht met Ridderkerker Bart Durlo in de Olympische rekstokfinale. Eerst zelf nog even trainen. En daarna met z'n allen voor de buis. En dan gebeurt dit. Hij miste helaas de eerste combi, hij combineerde die niet. En hij moest wel een combi doen om de moeilijkheid te hebben van de andere tegenstanders. Ja, toen helaas miste hij de volgende, omdat hij wel risico moest nemen om toch die combi te doen. Ja, helaas. Kom man, hij viel. Ja, hij zat hoog. En hij kon gewoon niet meer de rek pakken. Ja, dan ben je klaar. Ja, hij deed die combi niet en daardoor denk ik dat hij het even miste, zeg maar, in zijn hoofd. En miste hij helaas het vluchtelement. Hoe is het om voor jullie hier dagelijks te trainen en dan met elkaar naar zo'n Olympische finale te kijken? Ja, hij zit natuurlijk echt lang met elkaar in die zaal. Hij werkt er lang naartoe. Ja, spannend moment natuurlijk. Ja, dan komt alle energie komt naar boven. Ja, het is natuurlijk geen betere plek dan de plek waar hij het zelf ook allemaal heeft voorbereid. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. En ook als groep is dat natuurlijk erg leuk om te doen. Gewoon met z'n allen teamgevoel om te kijken. Ja, onze Bart, onze maat te supporten, zeg maar. Ja, ik doe zelf nu alle toestellen. Maar mijn favoriete onderdeel is ook rekstok. Dus ik hoop dat ik later minstens zo goed kan worden als Bart. Ik doe zelf nu nog meerkamp. Dus alle toestellen. Voor mij, voor nu, is het sowieso het doel om met het team het Olympische Spelen te halen en daar ook gewoon meerkamp te doen. Jullie waren heel de ochtend zelf ook druk aan het turnen. Is Bart een voorbeeld voor jullie? Ja, Bart is zeker een voorbeeld voor ons. Hij is natuurlijk een stuk ouder dan ik en eigenlijk sinds ik hier train is hij hier altijd geweest. En ja, altijd iemand om tegenop te kijken en van te leren natuurlijk. Zeker. Hij heeft zelf ook in zijn jeugdigere jaren altijd meerkamp gedaan, wat wij ook allemaal doen. En hij is nu pas sinds een paar jaar, twee, drie jaar echt aan het specialiseren. Dus wat dat betreft is hij wel echt een voorbeeld voor Nederland en vooral ook voor ons.